De biografie van Willem Wilmink door Elsbeth Etty. Elsbeth Etty heeft al eerder een biografie geschreven van Henriette Roland Holst. Vond ik een geweldig goed boek, prachtig boek, heel goed gedaan. Moeilijk ontwerp vind ik toch, maar daar zat ze dichtbij, want Henriette Roland Holst was een socialiste en Elsbeth Etty die heeft ook een tijd lang in de communistische partij gezeten en voor de waarheid geschreven, dus dat was dichtbij. Nu heeft ze over Willem Wilmink geschreven, dat is iemand die veel verder bij haar afstaat, maar dat heeft ze ook voortreffelijk gedaan. Dat is echt een meesterlijke biografie. Ik ben helemaal niet in Willem Wilmink geïnteresseerd. Wat kan mij de liedjes schrijven van de Stratemakeropzeeshow nou schelen? Echt hoor, ik ben geen fan, ook geen niet-fan. Ik heb gewoon helemaal geen enkele binding met Willem Wilmink. Maar ik heb dit boek met ongelooflijk veel genoegen en plezier gelezen. Het is allemaal heel goed gedaan. Het eerste huwelijk, een verschrikkelijke ramp voor die man moet dat geweest zijn. Het tweede huwelijk juist een soort, ja, hemelse zaligheid. Dat is allemaal erg mooi weergegeven. Dat het een lastige, moeilijke man was, komt aan alle kanten naar voren. Ze zegt ook in haar voorwoord dat je de beschrijving van het aspect van Willem Wilmink, dat hij ook een buitengewoon moeilijk iemand was, zal zijn bewonderaars geen plezier doen. Nee, dat geloof ik graag, want als je dit leest dan denk je, nou eigenlijk wat een vervelende klier kon die man op zijn tijd ook zijn. Maar hij had ook hele charmante en aardige kanten. En hij was, heb ik van veel mensen gehoord, ook een heel begenadigd docent. Hij kon heel leuk over poëzie een college geven aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is zelfs nog gepromoveerd, maar die promotie, nou ja, dat wordt ook heel mooi in deze biografie beschreven. Kortom, een voortreffelijke biografie.